Hallo Magical Friends! Welkom terug bij Magical Bucklist voor de volgende Wizarding Trunk Unboxing! Yay! Oké. En deze keer hebben we welke lessen? We hebben de lesson Arithmancy. Dat is in Nederlands. Voorspellend rekenen. En we hebben Care of Magical Creatures. Verzorging van fabeldieren. Yes. Dat is het. Dus het is weer een owlery box. Van de Wizarding Trunk, zoals Kimberly al zei. En we gaan hem nu toveren. Ja, pak je box! Even een kijkje naar de voorkant. Hebben we er een mooie doos van gemaakt. Voor de rest is dat een gewone doos. En ik ga jou hem laten openmaken. Open de box! Oeh, en papier. Ik denk... dat je dit nodig hebt voor de lessen en ik denk dat dit overzicht is. Dus we gaan het alleen voor zo vasthouden. Het is Nine-sided dice daily arithmancy chart. You may have only one reroll daily. Use it wisely. En er staat op 1 leadership, influencer, authority. 2 opposites, balance, extreme. 3 creativity, imaginative, free thinker. 4 logical reasoning intelligence, 5 luck, wealth and good fortune, 6 love, royalty, relationships, 7 relationships, 7 grief, misfortune, despair, 8 driven, ambitious, focused, 9 wisdom, charity, understanding, en 0 unknowing, unclear, uncertainty. Ja. Ik kan dit even niet thuis brengen, maar... Dat heeft met voorspellend rekenen te maken. Dus dat heb je nodig. Oké, we hebben nog... Ik zie hier een mooi groen zakje. Eens kijken wat erin zit. Dat zit er in het zakje. Dat kan ik niet zo zien. Kaarsje? Dit is een kaars volgens mij. Is goed, nee, op. Nee. Waar is dat? Tree lies. Ik denk dat het een ingrediënt is voor potions of zo. Ja, tree lies, dat klinkt als boomluis. Boomluis, ja, zo ziet het er ook uit. De afbeelding. Maar volgens mij is dat eten. Het zijn, dat kan ook. Ah ja, dat zal eten zijn voor de magical creatures, uiteraard. Nou ja, tree lies. Ja, volgens mij zijn dat die dat eten. Ja. Ik niet. Laat de zegel maar zien. Misschien de niffler. Nee, ik denk niet dat de niffler dat eet. De boomtrukkel. De boomtrukkel, dat kan wel. Ja, ja. Ja. Dus, de tree lies. Ja, lekker. Hij is al in. Ik weet het niet. Het zit onder de dingen. Het zit in het zakje. En het lijkt me stokjes. Dus, voor met stokjes te eten. Wat? Hold the stocks. En een zakje. Oh. Het is... Ecstatic? Huh? Ecstatic. Ja. Er staat ook 3 bij. Misschien had dat met dat ding te maken. A person subject to mystical experiences. Geen idee. Ah, ik denk dat het wel een geur is, want deze stokjes moeten ze dan in dat flesje steken. Ja, en het is een geurdingetje. Een geurdingetje. Er staat hier Lemon Vanilla Reed Diffuser. Dus het is wel... Ja. Zoals, en van onder heeft een andere kleur als van boven. Ja, het is een beetje special, zullen we zeggen. Het is van boven, ja. Je ziet een beetje wit en dan donkerder en hier helemaal zwart. Ja, het is een geurverspreiding. Speciaal? Ja. Hoe komt het erop? Ja. Professioneel. Ik neem het doosje. Ah, jij neemt het doosje. Ja. Ik wou het. Ja, jammer. Gezellig met jou. Ja. Wat is het? Wat is het? What's that? Wat is dit? Een flesh-eating slug repellent. Dat is wat Hagrid in de tweede film haalt. Voor, dat is wel mooi, hè? Die dingen te laten groeien. Dat is kei cool. Dus het is voor vleesetende slakken... af te weren. Ja, omdat er... Alleen zit er niks in, dus we kunnen onze vleesetend slakken nog niet afweren. Maar, dat is wel cool gemaakt, zeg. Nee, knap. Heel knap.
Next. Ja. I'm taking this. I think it's the pin. It is the pin. En het is... Is het dat je kunt schuiven? Of? Ja. Ah, het lijkt me bos. Ah ja. Nee? Ja. Ah ja, 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 ik denk het wel. Dus het is de Forbidden Forest. Ik hoop dat je het een beetje kunnen zien, want het is vrij donker. Het is heel donker. Het is zo ook moeilijk te zien, hè? Ik ga, ja, misschien als ik hem eraf haal, dat iets... Er ligt zijn mond. Dat is totaal niet interessant, maar zo ziet het misschien iets beter. Ja, het is moeilijk. Dan kunnen we hem dus, ja, zo schuiven. En dan zien we dat er voor een wezens in de Forbidden Forest zitten eigenlijk. En welke zie je? Ja, dat kan ik zo even wachten. De Testral. Testral. Unicorn. Weerwolf. Spinnen. Ja, heb ik. Spinnen. Ja, hier spinnies. Ja, het is moeilijk om te focussen. Maar... Ja, ik denk dat je het zo het beste ziet. Oh, dat is wel cool, zeg. Ja, mooi hè. Leuk, ik vind dat wel leuk, zo'n pins die je zou kunnen schuiven. Ja, dat is wel iets speciaals. Leuk voor de pincollectie. Yes. Ik zie iets rood. Zie je iets rood? Daar ga ik voor. De felle kleurtjes. Iets groen, iets rood, een doosje. Ja. Het is kerst bij jou, Alfa. Oh, het is, die dobbelsteen waar dat ze het over hadden. Dus deze is... Dobbelsteen waarover dat ze het hadden. Ja, op dat blad stond toch dat je met dobbelsteen moest gooien en dat je maar één keer mocht rerollen. Hmm. Dat is deze. Dus je rolt met die dobbelsteen en daar staan allemaal cijfertjes op. Dus eens kijken, hè. Het valt op 1. Je hebt 1. Dus je hebt leadership, influencer of authority. Hmm. Maar is het alle 3 dan of 1 van de 3? Alle 3, ja. Oké, okay, zal ik ook een keer gooien? Ik ga een reroll doen. Oh, ga een reroll. Het wordt 4. Logical, reasonable, intelligence. Ja. Let's try this. Het is 2. 2. Opposites, balance, extremes. Dat is zo'n rare combinatie, maar oké. Zee, wat op je voet. Het is nog altijd 2. Oh. Wacht, wacht. We zullen wel gewoon op de tafel hier rollen. Het blijft 2. Het is gewoon 2. Het is vandaag gewoon 2. Nou. Geen discussie. Daar gaan we nog veel plezier mee hebben. De dobbelsteen met hoeveel kanten? 10, denk ik, hè? Ja. 1 kanten. Ja, 0, ja. Weet we niet. Oké, ik wil ook een zakje. Ik zie nog een goud zakje, dus I'll take my chances. Gold. Ik ben niet zo voor goud. Dan nog. Ik denk dat het een munt is. Het is een munt. Van? Wat staat erop? Magical creature of zo? Kabouter. Nee, wist het. Zeg maar staan. Maar ik weet het niet. Nee, wacht, ik ga het even openmaken. Want misschien het lijkt me een wizard langs de ene kant, maar dan ook geen idee wat dat langs de andere kant kijkt. Als je zo kijkt, zie je het silhouet van een wizard? Of een witch? Zie je dat niet? Maar er zit ook een klok rond, lijkt me. Dat zou misschien ook met een voorspellend rekenen te maken hebben. Ja, misschien wel. We gaan straks goed op de lijst moeten kijken wat het is, jongens. We gaan het laten zien. Ja, en dan... De achterkant is anders. Wat denk je dat de achterkant is? Geen idee. Laat de achterkant nog eens zien. Nou, ondertussen neem ik iets anders. Er zit veel in. Oh. Het lijkt me potions of zo. Ja. Misschien. Nou. Even wat. Ondertussen heb ik iets anders. Ik heb de tube, de buis eruit gehaald. Oh, hebben we de vorige keer niet zoiets van rond het boek gekregen? Dat kan. En zo een boekcover ding. Ja, ja. Volgens mij hebben we dat de vorige keer gehad. Dus dan zullen we deze keer dan ook wel krijgen. En het is... Magical Creatures A to C. Oh, wow. An Introduction to Otherworldly Beasts. Wauw, die is echt super mooi. Mooi.
Ja, je kunt er rond je boek doen. Ah. Oh, terug. Zie, daar zit nog in. Ik denk dat die bij elkaar wordt. Er zijn er twee, maar die horen bij elkaar, denk ik. Ah, het zijn een... Oh, kom hier! En is het een firecrab? Firecrab. Ja. Hybrid Manticore Firecrab. Ik heb ook een meme. Name unknown. Oh, nee, het is Firecrab, right? Nee, het is een kruising tussen een Manticore en een Firecrab. Ah, is dat niet die dat ze nu in de Hagrid's Motorbike Adventure attractie hebben? Ah, is dat? Ik denk dat dat die is die daar hier nu ziet. Dat is niet de Firecrab, die ziet er anders uit. Nee, het is een kruising, zei hij toch? Met de waardevolle ijsschalen. Ja, die hebben. Ik denk dat we een beetje okami moeten en maken. En dit is dus de kruising. Okami. Ja. Nou, daar staan hier ook de eitjes op. Dat is wel mooi. Super cool. Ja, dat vind ik heel mooi. What's next? What's next? Dat is mooi. Lijkt me een boek. R.H. zijn de initialen. Rubius Hagrid. It could be, it could be. Er is een sleutel aan. Oeh. En het is een notitieboekje met gouden pagina's. Het is een seahorse-achtig iets dat hier aan hangt. En hangt een uiltje ook aan. Seahorse. Dus het is gewoon een notitieboek, maar hier staat inderdaad RH. Dus wij denken Rubius Hagrid. En dan van binnen zijn het gewoon lege bladeren. De zijkant is goud. En heb je hier, wacht hoor, L'tje. En hier heb je een sleutel. Yeah. Ik zie dus een zeepaardje hier. Een soort van. Ja. Cool. Cool hè? Ik zou het Hagrid nog wel zien ronddragen, ja. Ah. Ik zie het wel. Oké, what's next? What's next? There's more. En die mis. Oeh. Waar is dat? Dat weet ik niet. Ja, het is een test roll. Het is een test roll, maar waar is het voor de rest inderdaad? Ik weet niet. Magneet of zo? Nee, maar het is wel iets zwaar. Hey, dat is super cool. Kijk. Soort metaal. Ja, het is... Ik denk dat het gewoon van hier te zitten is of zo. Ja, hey, maar hoe mooi is dat? Mooi afgewerkt. Hè. Echt kwaliteit super, is goed. Super mooi. Daar ben ik heel blij mee. Ik vind Tesla's heel cool. Dus ja, maar wat? Ja. But we don't know. Maakt niet uit. Get something. Ik zie hier cijfertjes. Dus dat zou wel met voorspellend rekening te maken. En dat is super. Arithmancy. Yes, it is. Oh, wow. Arithmancy, the magic of numbers. En daar staat er heel veel in dat ik nu even niet ga lezen. Kijk. Dat zal ik straks wel even lezen. En hier de buitenkant. Ik denk dat dat wel interessant kan zijn. Ja, zeker. Dan weten we een beetje wat als ze lezen. Want daar komt niet heel veel informatie in de boeken. En de films ook. En de laatste? Je bedoelt in de films dat er niet zoveel informatie van komt. In de boeken ook niet. Nou, toch wel meer. Maar ik heb het laatste en het is artwork van de Niffler. Oh, mooi. Zo cute. Niffler! Is niet cute? Oh, met goud en zo. Misschien zijn het is het een goudmuntje voor de Niffler. Kijk, want het is wel dezelfde ja, achterkant. Ja, dat gaat een muntje van de Niffler zijn. Ja. Oh, dan. Dus het is eten voor de Niffler. Oh jee. Want hier zie je hetzelfde als varsmuntje. Where is the coin? Zo, dus dit. Ik zie het. Dan moet ik de rest nog zoeken. Dus ja, maar dit is een soort wizard of zo hoor. Kijk. Zijn muntjes komen overeen. Ja. Dus het is eten voor de Niffler. Oké. Okay. Ik vind dat geen slim plan. Maar zullen we eens kijken wat we Niffler! Eigenlijk allemaal in de box moesten hebben. Ah, ja. One otherworldly creatures book cover. Dat is deze. Oh, dat is de artwork, ja. Oh.
The exclusive book cover by Danny at Wizardry Workshop fits the third book of the first American hardback editions. Ik denk niet dat ik die heb, maar oké. Yay! Dan hebben we het tweede, The Three Lies. Oh ja. Luister. Ja, eten. Dan, 3. The Leprechaun Gold. This batch of Leprechaun Gold has been spelled not to disappear, but please do not mistakenly spend it. So that's it. It is a leprechaun. Oh. So an Irish leprechaun, waarschijnlijk. Oeh. Ja. Het leek, het silhouet lijkt er een heel klein beetje onderwisseld. Maar oké, ja, zwart. Ja, het nuffelen vind ik lekker dus. 4. Flesh eating slug repellent. This green plant mister should be used on household plants to ensure they are not eaten by any pesky bugs or slugs. Okay. 5. Notebook for otherworldly creatures. You can use this notebook to make notes on any and all of the otherworldly creatures you may be studying. Ja, we kunnen veel notes maken. 6. Magical platypus wooden print. This wooden print was made for us by G.P. Mistletoe. Is dat een niffler? Ik denk, zou het? Ja, het voelt wel hout aan. Ja, ik denk. Dat is hout. Hoe cool. Wordt hij dat erop gekregen? De niffler glittert trouwens. Kijk. Ja. Ja, jullie zien het misschien. De niffler glittert een beetje. Cool. 7. Antiqued 9-sided arithmancy dice. Use these dice daily to see what your day holds. You may re-roll once daily, but only once in het rollenzakje. Oh, ja, dat rollenzakje stopt. Oh, dus we moeten dat elke dag eigenlijk doen. Oké. Dus kijken hoe dat uw dag, wat de dag voor u in petto heeft. Oh, oké. 8. Negative energy reed diffuser oil. Oh, dat gaat deze zijn. Let us know what arithmancy social sign you received on your bottle. There are several different variations with the same amazing smell of lemon and vanilla. Ik heb 3. Ja. Daar staat er inderdaad ook lemon vanilla op. Zijn ze niet allemaal zo? Ze zijn allemaal lemon vanilla, maar er zijn er verschillende soorten. Oké. Okay. Cool. 9 and 10. Otherworldly beast infograms. These two infograms will fit great inside your new notebook. Created by Twillings and Tettings. Cool. Thanks. 11. Arithmancy study guide and information sheet. This arithmancy guide was created for us by Danny at Wizardry Workshop. Mooi. En 12. Skeletal horse paperweight. They're quite gentle, really. This piece will make a great addition to any desk or shelf. Dus dit is een paperweight, dus dat wil zeggen dat je het op je losse papieren kunt leggen, zodanig dat ze niet gaan vliegen. Ah, dat is handig voor in de zomer, als je buiten zit op het terras. Voorbeeld. Ah, tof. Ja, dat was hem. En de pin staat er niet op? Die staat er niet op. Nee. Wat gek. Of ik heb hem overgeslagen? Ik denk het niet. Huispunt. Nee. Dan zijn ze die vergeten erop te zetten. Het is een gratis pin. Dat denk ik niet. Ik denk dat ze dat vergeten zijn erop te zetten. Maar dus ook nog de mooie pin. We zullen het vergeten zijn op de lijst. Goed, tof. Leuke box. Ik ben er heel blij mee. Ja, ik ook. Toffe mooi. Dingen. Ik vind deze heel leuk. Informatie. Voorspellend rekenen. Voorspellend rekenen. Jij gaat naar voorspellend rekenen, zou ik naar de Fantastic Beasts les gaan. De verzorging van fabeldieren. Ja, er zit wel meer voor de fabeldieren in dan voor voorspellend rekenen. Dobbelsteen vind ik ook heel leuk. Ja. En een kaars. Oh nee, het is geen kaars. Nee, we hebben geen kaars deze keer. Nee, geen kaars. Vorig jaar hebben we wel een kaars gekregen. Ja, ja. De boekcover vind jij ook heel leuk. Hè? Ja. Oké. Okay. Ja. Dan gaan we afsluiten.
En dan zien we jullie weer bij een volgende Owlery Box. Of volgende filmpje. Of een ander filmpje. Filmpje. Thanks, magical friends. Bye. Off to the Muggle World. Oui.